inzicht in wat er gebeurt in je afvalwaterketen. Dat begint ook bij inzicht in die waterbalans. Dus niet alleen maar als totaalplaatje, maar hoe varieert dat over de dag? En als je die waterbalans kent, niet alleen momentaan, maar en ook niet alleen op jaarbasis, maar echt het verloop van die waterbalans over het jaar, dan kan je begrijpen hoe je systeem functioneert. En dan kan je ook kijken aan welke knoppen kan ik draaien om dat systeem efficiënter te laten functioneren. Rioolvreemd water is water wat je niet in je riool wil hebben of waarvan je niet weet dat het in je riool komt. Dat kan grondwater zijn wat instroomt, dat kan toch meer regenwater zijn dan verwacht, het kan toch meer afvalwater zijn dan verwacht. Water wat je niet verwacht, dus is het rioolvreemd. We maken op dit moment nu gebruik van een rekentool waar nu aan gewerkt wordt. En dat is een combinatie van rioolvreemd water met het onderwerp discrepantie. Maar die twee samen geven sowieso een hele mooie kijk in hoe het afvalwatersysteem functioneert. Van inzamelen, transport tot en met zuiveren binnen een zuiveringskring. Bij rioolvreemd water en discrepantie zijn het feitelijk twee knoppen. Het debiet wat er doorheen gaat en de vuillast. Maar we kunnen dat tegenwoordig met allerlei andere vormen van data, als aantal inwoners, aantal bedrijven, energieverbruik mogelijk op een zuivering. Dat soort data kun je ook gebruiken om min of meer dezelfde sommetjes te maken en om daarmee vergelijkingen te maken en te checken of je rioolvreemd water en discrepantieanalyses wel kloppen. Ik heb nu ook wel ondertussen ervaren dat elk waterschap rioolvreemd water en discrepantie uitrekent. Maar ze rekenen het ook bijna allemaal net op een even andere manier uit. Terwijl ze natuurlijk allemaal rioolvreemd water en discrepantie noemen. En dan kan je samenkomen tot verstandiger handelen. Het zal nog even duren voordat we die blik breed genoeg kunnen automatiseren. Want kijk eens, we hebben riolering, gemalen, pisleidingen, zuiveringen, ontvangend oppervlaktewater. Maar ook die openbare ruimte waarvan alles in gebeurt en wat allemaal met elkaar interacteert. En dat is nog even niet in één keer in een model te vangen. En dat inzicht in het totaalplaatje, daar met elkaar het juiste gesprek over voeren. Nou, dat is denk ik de mooie uitdaging voor de komende jaren.